Sinds 2002 moeten nieuwe schepen volgens internationale richtlijnen asbestvrij zijn. Als er toch asbest wordt gevonden, wordt een schip uit de vaart gehaald en gesaneerd. Dit overkwam rederij Esberger uit Dordrecht. Een schip wat bij ons in 2009 afgeleverd is, bleek ontzettend veel asbest te bevatten. Het gloednieuwe schip, hier overigens niet in beeld, was gebouwd in Turkije en had de kwalificatie asbestvrij gekregen. Toch zat het vol met asbestpakkingen. En kennelijk zijn die nog vrij verkrijgbaar in de wereld. En is het helaas zo geweest dat ze op dit schip erg veel asbest gebruikt hebben. De internationale normen die in de meeste landen gehanteerd worden zijn streng. Toch wordt op 9 van de 10 schepen door de inspectie nog asbest aangetroffen. Dit geluid bereikt ook de vakbond voor de scheepvaart, Nautilus. Veel Nederlandse schepen beginnen inderdaad asbestvrij aan hun werkzame leven. Alleen doordat in het buitenland vaak asbesthoudende materialen en reserveonderdelen worden gekocht, sluipt toch asbest aan boord. Landen als China, Vietnam, Canada en Turkije hebben geen verbod op asbest. De vakbond voor de scheepvaart vindt het belangrijk dat vooral jonge werknemers in de scheepvaart asbest leren herkennen. Ze ervaren asbest als een probleem van vroeger, iets uit de vorige generatie wat niet meer voorkomt. En dat is dus een heel verkeerd uitgangspunt. Het schip van Esberger is inmiddels weer in de vaart en 100% asbestvrij. Maar het heeft een half jaar stilgelegen en de kosten voor de sanering moesten door het bedrijf zelf worden betaald. Ja, dan hebben we het niet over een servicebeurt geven aan een auto, maar dan is het een zeer grote servicebeurt van een wagenpark van een grote gemeente in de BV Nederland. En dan hebben we het dus zeg maar over miljoenen. De scheepvaartinspectie bevestigt dat asbest in schepen een groeiend probleem is.